Welkom in Disneyland Parijs. Welkom in de Walt Disney Studios. Ja, we gaan een keer onze trip veranderen. Normaal gezien gaan we altijd naar Disneyland Park koffie gaan drinken. Ja. Maar vandaag lukt dat niet. Nee, wat is een namiddag- en avondbezoek dat we doen? Wel, ja. Een namiddag zou ik nog niet echt durven zeggen, mensen. Want, wacht een klein ogenblikje, mensen. We gaan bijna tikken op 12 uur. Yep. Bijna. Als jullie aan het kijken zijn, is het 12 uur. Wacht even, we gaan tellen. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. En het is Happy New Year! Ah nee, dat is iets anders. Bijna. Want nog opnieuw tellen. Nee, het is al Happy New Year. Dat is maar één keer. Het is Happy Tuesday. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Nee, Saturday. Pak we Happy Saturday vandaag? Is het Happy Saturday? Ik dacht dat het Happy Sunday was. Ja, dat kan ook. Het is happy hour. Het is happy Sunday. De zon schijnt. Het eerste wat we doen is niet eten. Wrong answer. Veel beter dan dat. Geld verdoen. Shoppen. Ja. Want ik heb een probleem, mensen. Zijn zak is kapot. Ja, kijk. Er zit een gat in. En meer dan een gat. Er zit een heel groot gat in. En hier ook. Alles is gewoon kapot. Dat is de beste tijd gehad. Zolang dat Jordi niet kapot is, is het goed. Na 2 jaar is het kapot. Ja. Maar er is wel superveel gebruikt geweest natuurlijk. En nu is het zoeken naar een zak, want het is niet druk. Toch niet in de winkel? Een rugzak. Waar vinden wij een rugzak? Precies niet hier. Het eerste zicht. Hetzelfde zeggen. We moeten naar een andere shop gaan. Maar we moeten wachten tot we in Disneyland Park zijn, daar in die grote winkel. Of in de wereld of Disney. Kom op. Ja. Nee, geen rugzak. Geen rugzak. Misschien hiernaast. Dat noemen ze fast shopping. Ja. We zijn op zoek achter een rugzak, zijn van alles. Hey, sorry, de rest moet ik niet hebben. Ik heb vandaag alleen een rugzak nodig. Het is super fast shopping day to day. Ja. Gewoon een rugzak. Meer hebben we niet nodig vandaag. En uiteindelijk gaan we naar huis komen. Hey, en dan nog. Dan komt het thuis. Waar wil ik dat eigenlijk allemaal zetten? Ja. En dan moet je wel blij dat je het gekocht hebt. Dat altijd, is een feit. Het is nog altijd 25 jaar Disney. Wow. Plannetjes, dat hebben we niet nodig. Sorry, ik heb de weg niet. Dat is pech. Ah, Pandora. Ik vind dat wel leuk. Pandora. Jordi is Pandora fan. Ja, weet je. Ja, het zit nog wel een mooie ding tussen. Jawel. Of voor mij is het maar niet. Maar is het voor Nederland dat ik niet. Ja. Het zijn wel mooie ding tussen, dat moet ik wel zeggen. Je hebt hier Mickey Mouse in een hartje. Ja. Je hebt hier het kasteel van Disneyland Parijs. Heel mooi. Twee dezelfde. Dombo. Nee, dat is Neveltoren. Waar? Nee, hier rij hem liggen en daar rij hem liggen. Zeg maar, kom de deur gewoon maar begin niet te zwijgen hier binnen. Ah, joh. Het is te warm, vond ik dat. Zeker. Met de Pandora moet ik een keer doen. Ja, wel dat vrouwvolk die daar staat aan Pandora. Het is een andere Pandora dan in Disney World, maar het is ook druk. Ja, echt. Het is de bling bling. Een rugzak. Wat bedoel je dat? Een backpack. Backpack Jordi. Backpack. Zet dat door hem in. Ja, nee, dat is niet schoon. Ja. Het is klein, niet? Het is even erbij, hè? Jordi heeft zoveel materiaal, dat lukt niet. Nee. We zijn voor de bag, hè? Ja. Ja. Ah, hier hebben we ook nog eentje. Backpack. Dat is nog een mooie. Dat is een leuke. Ja, dat is een leuke. Dat is even groot, like dat. Dat is ook een leuke. Ja, dat is ook een leuke. Voor de echte Mickey Mouse, van zit een capuchon in. Ja, voor dat regen.
Ja. Ik zie Jordi al lopen. Maar ik denk wel, het is een leuk, maar het is niet voor mij. Ik niet, nee. Er staat, Jordi staat, zijn naam staat er niet op. Nee, dat is dat. Ik vind het niet leuk. Ik zie me nog naar rust komen met een zetje. Kan. Wat, heb je dat je dat juist doet, dat was ook goed. Ja, he. Het zijn nog lekkere lange dingen dan zo. Ja, he. Wat gaat er wel het wat in? Voor je al eens met een rood, met een zo rustzak, je niet veel in mee meepakken. Nee, ja, dat is wel. Mm. Nu pak je te veel in mee. Ja. Veel te veel. Mm-hmm. Ja, leuk. Je moet nog een beetje wachten, he. Ja, he. Dat zijn er dan zo overal, he. Mojahi. Mojahi, massas. Dat is ook nog een toffe. Hey, dat vind ik zelfs nog toffer. Dat is ook leuk. Je hebt hier nog een extra beusje zeker. Ah nee, het is illusie. Ja, ik zie het. Het is illusie. Ik zie het. Ja. Het is een grote illusie. Maar misschien komen we wel nog een toffer receptie. It's just an illusion. Tiddelum, 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 tiddelum. Philip had honger, hè? Tiddelum, ja, begint. Vooral om de naam horen van Café de Cascadeur, hè. Ah, ik ga ook loeren. Nee, nu dat het nog open is, om ervan profiteren, van nog heel veel te gaan. Maar ik heb nog maar één keer geweest en al die tijd dat hier eigenlijk stond. Ik ook. Dus, als Disney-fan is dat heel erg. Ja, dat is zeker. Gaan we een keer een goocheltruc doen, al die mensen hier weggooien. 1, ja, 2, ja, 3, knip. Allee, iedereen weg. Nu. Ja, keuzes, hè. Daar is de bekende Jordi Dies. Ja, het is hier hoor iets. Ja, hè. Oh, ja, hè. Ja, we zien hier weer Marvel Universal. Nee, die show hebben we al gezien, hè. Ja, die show hebben we al gezien. Maar voor heel eerlijk te zijn, ja, een tweede keer wil ik hem eigenlijk niet echt zien. Voorlopig nog niet, misschien later nog een keer. Ja, maar... ja, in september misschien een keer. Maar in september. Ja, maar ik moet er sowieso nog een keer komen naar de show. Want binnen enkele weken, maar ja, de video had ondertussen al online staan, dat is al gepasseerd, ben ik er nog een keer. Inderdaad, klopt. En dan kunnen jullie kijken naar mij in Disneyland met mijn vriendin. Klopt. Tower of Terror, bedoel ik. Ja, en de stijgen. Tower of Terror. Hey, de man is dan. Middagman. Ah ja. Jordi is alweer aan het Instagram, zeg. Fantastisch, mensen. We gaan hier even iets eten. Hoe lang is dat geleden, Jordi? Heel lang geleden. Ja, eigenlijk wel. Heel lang geleden, voor de allereerste keer. Het is de tweede keer nu. God, was februari van mij, van de eerste zoiets. Keer. Zoiets. Ze biedt echt te slow. Nee, we kunnen aan de bar zitten. Wow! Wow! Aan de disco bar. Wow! Wow! Dan zeg ik, kom maar naar binnen, we moeten hier toch wat. Ja. Oh, airco. Ja, goed hé. Airco. Wanneer als het verwerkt. Kijk, die mannen zijn al bezig om een hamburger om dan goed te bestaan. Ja, goed hé. Dan moet je toch kunnen hè? Allee, goed. Dat is leuk. Bonjour. Lekker, die burgers. Ja, hé. Ongelooflijk, hé. Maar we gaan nu draad naar burgers van niet. Meen ik nu Henning gaan eten, dan meen ik er nu toch. Ja, meen ik nog Finto del Oro, maar we zitten hier nu in Café de Cascadeurs. Maar we moeten ervan profiteren, hé. We weten niet hoe lang dat hier nog gaat staan, hé. Mens. Dus, Dat we morgen weg zijn. Wie ze van spreken wel. Ik hoop van niet. Maar, het zou kunnen. Ja, men heeft wat gevonden, hé. Jam, dus. Jam, jam, eigenlijk. Hallo! Hey! Direct al vol enthousiasme voor de video. Ja, echt hé. Wat wil je nog meer? Ze zeggen van, we moeten topen man. Ja, zoiets. Bonjour. Allez, vous êtes deux? Oui, deux. Merci. Vous connaissez apparemment? Oui, oui. Allez, je vous en prie. Pas de probleem, merci. Maakt niet uit. Of misschien een beetje verder. Ah, oh ja, maakt niet uit. Wil je hier zitten? Oké. Wil je van die deux daar ensemble? Oké, merci. Oui. Niet twee. Een goede kaart. De premium beefburger, hoor ik van. Oh ja, ik ook. Wat wil je dan beef of een premium? Een cola. Nee,
Wat moet ik? Kom even. Fanta. Nee, Sprite. Ik drink graag een Sprite en warm. Ja? Ja. Oké. Okay. Dat is goed, hè? Sprite met suiker. Nee, Jordi, niet aankomen, Jordi. Nee, Jordi, dat is niet voor jou, Jordi. Ik wil hem hier door aan mijn dood zijn. Je moet hier van iedere hamburger die passeert, ik heb niet. Quality control. Ja, Jordi doet de quality control. Food with Jordi. Wat hè? Is. Maar ik ga dat ook doen, hè. Voilà. Ik zeg, ik kan dat zwaar, hè. Ik kan een hele spannende foto. Jordi had een close-up van zijn food. Ja, hè. Ja, hè. Dus niet vergeten op zijn Instagram te abonneren. Als je wilt honger krijgen, is het nu het moment. Ja, maar ik moet er nog op zetten. Ik kan niet eerst eten. Ja, maar als die video online staat, is die al lang vertaard in Hamburg. Oh ja, man. Het lijkt al verder. Er zitten er al 16 meer in die. Ja. En, zeg ik, is die nog gedacht? Ja, Jan. Ik heb nog niet gezien, dus. Is dat niet? Het is een beetje wat. Ja. Dat is de beste ketchup dat er is, geen ketchup. Ja. Ja, en nu moeten we dat er net eten. Ja, hé. Hou je er die frieten tussen? Ah nee, ja. Er tussen. Met frieten er ook tussen, nee, dat moet hé. Nee, een minuutje meisje. Van in orde. Een burger eet met frieten, nee. Ja, hé. En Jordi, heb ik een punt? Is het lekker? Oké. Massas. Dat is echt Five Guys, maar veel beter. He says it's better than Five Guys. It's better than Five Guys. It's very good. Yeah. Ja. En, was die lekker of was die lekker? Hij was lekker. Was kei lekker, hè? Ja, kei lekker. Echt, hè? Beste hamburgers van het park. Sowieso. Hopelijk doen ze dat niet weg. Ja. Een andere plaats geven, dat kunnen ze altijd, hè? Dan moet het niet per se weg, hè? Met dezelfde kwaliteit, hè? Ja, hè? Dat wel, hè? Maar, hij is het wel. Komt in orde. Ja, hè? Café de Cascadeur. Super hamburgers. Beste van Jordi. Het park. Yes. Jordi. Yeah. Take me home. Whoa! I'm far, far away. Let's go. Oh yeah. Daar gaat hij. Met Jordi achter het stuur is er altijd veel plezier. Hoe rap je? 85. Ja, ik kon er mee instappen. Nee, kan ik hier ook in zijn? Ik word ik wel aan het rijden, wat? Oh. Sorry Jordi, sorry. We zijn gecrashed, man. Te laat. We zijn in de sidecar. Ja, kom maar af, hé, man. Kijk, er is hier niemand. Nobody is here. Ghost people, sorry. Jordi heeft zijn motto hier gezet. Ja. Pardon. Smakelijk. Oké. Okay. Dat is die boer die nog en nu rollercoaster. Ja, ik ga een rollercoaster doen. Op voorwaarde dat die open is. Het ziet er naar uit, Fanny. Denk je? Ik weet niet, twijfel. Het ziet er naar uit van wel, want de mensen keren niet terug. Oké, dan. Met vastpas. En wat voor restaurant doen we dan achter elkaar rollercoaster? Fastfood restaurant. Ja, zoiets. Ice cream. Ice cream, ja. Ice cream. We all scream. We gaan met Jerry gaan achter ice cream. Kijk, die mensen en Armageddon overleefd. Wauw. Het is een niet Frans? Nee. Daarvoor staat die ventilator daar, hè. Ah. dat was natuurlijk wel superleuk, hè. Ja, hè. Maar dat is wel een attractie van mij, mogen ze dat vandaag onmiddellijk opnemen. We gaan dat doen, hè. Hier komt dus Marvel, hè. Ja. Goed, hè? Ja, hè. Allee, ja. Dat het op iets gaat trekken, natuurlijk. Dat is iets anders. Mm. We laten ons altijd verrassen door deze. Ja, hè. Ik ga een rocking rollercoastertje doen. Ook een onderuitje filmen. Ik zou zeggen, zet het in de comments, maar dat is al te laat. Ja, maar vraag het aan Filip. Een fastpass ticket. Hoe zei dat wel? Ik ga een fastpass ticket. En als je niet met je klikzij-klaks button vliegt? Ja.
Onderrijden is altijd plezant. Ah, kijk, ze hebben een onderrijden. Wat dat lukken? Dat gaat lukken. Je ziet videocredits van de onderrijd van totaal nog Mr. Team Park fans. Ook te volgen voor andere pretparken. Ja, zeker. Zeker. Bedankt toe. Allemaal voor de onderrijd, anders zou je er geen onderrijd. Ja, en we hebben hier, ja, hey, het is in orde, het zit in het zeekaartje. Oké, bedankt soms, Mr. Team Park fans. Ja, zeker doen mensen. Want soms gebeurt het, ik ben aan het wachten voor een attractie, het is mijn beurt, lap, geen kaartje. Of de GoPro is plat, dat gebeurt ook. Ja. En dan moeten we opnieuw gaan wachten. Allee, veel plezier Jordi. Ja. En iedereen die meegaat, maar Jordi ook veel plezier. Ja, dank u, dank u. In de Rock and Roller Coaster. Heel veel plezier. Oh, kijk ze. Gratis. Voilà, gratis bagage afgifte. Yep, yep, yep. Allee, tot ziens. Yes. Yo. Yo, de leut hey, man. Yep. Ik ga mijn kaartje halen. Here we go. En dat zonder 15 euro te betalen. Nee, op 10 minuten. Dus. Ja, hé. Wacht, een petje toch? Sorry, hé, mensen, maar wel op de coaster. And I thought I was gonna lose it. I felt like I was hearing. Okay, prepare for launch. Ja Jordi, ja? Rendezvous, hoe mooi. Ah, gaan we naar de Belgique? Jam. Ah, maar wie, hè? De Belgique, aujourd'hui. We zijn er al. De friet avec de puntzak, hè? De puntzak. Ah, ja, we zijn er. Oh, en Jupiler is hier ook. Waarom gaan we dat schrijven? Jupiler in Frankrijk, normaal is dat niet. Nice, nice. Allee, toch niet in Disneyland? Nice. Hashtag not sponsored vandaag, hè? Ja, echt leuk. Maar zeg, InBev, als je wel sponsoren, moet je al sponsoren. Hè? Ja. Ah ja, hé, wacht. Een fritje is 4 euro. Yep. En een fritje is 7 euro. Fritjes is 7 euro. Yep. De krevet is 5 euro met een kostkroketje. Ja. En een pilletje van 25 is 5 euro. Zijn dat plakkaat nog niet weggedaan? Wow. Kijk een keer achter voor je, hier staat. Wat staat er dan? Ja, ja, lekker, lekker. Ik heb er andere gedachten bij. Wil je frikandel nog lekker lekker zeggen? Maar ja, dat is daarom dat het ook een frikandel is, hè? Dat is voor de vrouwen, nee. Vrouwen gaan frikandel eten, hè. En toen zijn ze lekker lekker. Ah ja, hé. Toen zijn ze lekker lekker, omdat ze pijn dat wat anders is. Oeh, wat zo'n zin. Geen idee, een Jupiler waarschijnlijk. Een stuk een wafel. Ja, een stuk een wafel. Ja, een echte warme, leukste wafel.
Zeg, over frisse wormen, leuk zo. Zelf gemaakt hier in Disneyland, hè. Hier zijn de biertop. Tja, zeg, Vincent is niet meer. Ah, wat is het nou hier eigenlijk? Vincent, als je die video ziet, je ziet het wel aan het missen. Lindemans Creek, dat kennen we. Laat dat kennen we. Heineken, dat kennen we. En Walter kennen we sowieso. Ja, hé. Zeg, Vincent, je hebt het verkeerde moment gekozen voor Nino Disney toe. Kijk, de pintjes vloeien rijkelijk in de studio. Je moet zelfs op de bar niet mee. Nee, je kunt hier gewoon in de bar hebben bij de studio. Het zijn nog een tafeltje. En de netjes kun je nergens van al met de frietjes. Kijk eens, als studio tramtour, hoe moet dat lijst buiten het park niet mee, hoor. Wanneer jij hier? Kun je gewoon een pintje tappen als je buiten de tram toe komt? Ja, zotjes. Dus van zo, verkeerde keus. Ja, echt. Maximum dat ze vragen is 7 euro. Ah ja, oké. Okay. Ja. Een pintje is 4 euro. Als dat niet hoog is, is 5 euro. Bier Hollandaise, Heineken Blond, Heineken, Bier La Fochantin of zoiets. Bier Rore. Ja, he. Mm. Dat zijn wel vele pintjes. Zijn ik al aan het van mijn stokken aan het rooien zonder pintjes? Ja, ik zou aan het gebeuren. Philippe, de pintjes zijn wel een beetje verder, he, man. Want er komt nog zat van de geur, he. Oh, ja, ja, ja. Dan moet het nog maar rieken en is al zat. Ja, ik wel, ja. Je moet nog maar zien, dat is van die pinten dat die mens getapt heeft. Oh, ja. Zeg, en dan ziet hij alle ligging, hè. Als je genoeg gedronken net, dan moet je nog de... Nou, dat is heel goed. Dan moet je een barakje gaan doen, hè. Een barakje, hè. Ja, en hier heb je ook nog een tafel. Ja, hè. De pintjes erin. Je kunt hier aan de tafel hangen in plaats van aan de bar. Ja, hè. Ja, maar ja. Die rol is dat je moet, hè. Ja, hè. Dat is een vegan kitchen, hè. Kijk. Ja, hè. Als je geen vlees wilt eten, dan kun je fake vlees eten. Dat is groentjesvlees, hè. Wist je dat? Dat weet ik niet. Ja, want vegan is gemaakt van groentjes, hè. Dat is groentjesvlees. Oké. Okay. Ja. Dus vandaag weet je dat ook alweer eens, hè. Ja, hè. Jullie hebben weer het wat meegeleerd. Yep. Maar ik heb een heel goed idee. We zijn hier toch op aanzien naar Toy Story Playland en we daarnaast iets heel groots liggen, die ongeveer op 40 minuutjes hiervan ligt. Binnen 40 minuten? Ja, hiervan, hè. En hier hebben we het in het mini. Ah ja, Parijs! Ja! Van Parijs in Parijs. Ja. Hoe doe je dat? Dat moet je kunnen, wij gaan naar Parijs in Parijs. Ja, hè. Weder kunnen dat. Ja. Weder kunnen ze, hè. Niemand ter wereld kan dat. Of het is hier. Hier kun je naar Parijs in Parijs. Ja, hè. Had er nog niemand opgekomen. Nee, echt niet. Iedereen zijn er niet eerst. Yep. Dus dat we dat doornemen op een andere video, meisje. Sorry. Copyright. Afgekeurd. Afgekeurd. Only the LRP-fans. Naar Parijs in Parijs. Ja. Je kunt hier zelfs de Eiffeltoren souvenirs krijgen. Ah, oh, dat weet ik niet. Ben je het die flat met crème? Ja, het was een omgekeerde torte van mijn appeltjes. Oh, mijn appeltjes, dat heb ik hier nog niet gezien. Ah, met crème, hè? Hier heb je tarte flit, maar dat riek je wel. Nee, dat is raclette. Of raclette, ja. Hier heb je raclette. Ja. Oh, dat is wel lekker. Ja, hè? Kijk, dan gaan we raclette. En moet raclette eten? 6 euro voor raclette. Met ja, koos en ham. Hier heb je tarte flit, maar die ook, torte, ja. Noemt dat eigenlijk? Een andere torte. Die omgekeerde appeltorte. Dat zie ik hier niet op zo. Ah ja, tartatin. Ah ja, zie je het? Is nee, al... dat stond hier niet op. Voor een verre juist, tartiflet, tartatin, trekt op al kort. Trekt er een beetje op, joh. Ja, maar nu heb je verkeerd voor. Kijk, zie je grote pannen met tartiflet hier. Ja, ja. Ja, maar ja. En, riekt het een beetje goed dan je dacht? Ja, Koolschade, en dat is nogal een beetje goed, hè, meisje. Is dat lekker, ja? Dat is nogal een beetje goed, hè. Ja, doe. Oh, maar dat is nogal een beetje goed. Jordi zit hier ver aan het kwillen, hè. Oh, ja, hè. Oh, dat is nogal een beetje goed. Hij moet hem bestaan. Maar ja, krijg je cash geld niet. Moet geen cash aan, je kunt die mij korter betalen. Ah, god. Maar ja, ik heb mij juist zo'n andere. Dat is je niet mooi. Ja, ja. Maar ja, krijg ik geen 100 euro crème eten. Oké.
Ijs. Maar dat is wel goed. We weten dat nu van naast een keer aan mijn ja, mijn volgende video gooit Jordi dat zien eten. Ja, oh man. En dat dan van zo'n koosblok is, dat is nog... Oh man, man, man. Ik kan dat leren eten in Zwitserland. Ja, en Caribbean chicken voor Jordi. Nee. Die koos die. Ja, he. Ik wil niet koos, he. We gaan dat een keer op de rooster leggen, letterlijk. Ja, hè. We zijn aan het kijken wat aan mijn naast een keer gaan eten. Ja, he, voor de volgende video. Ja. Ah, en zo'n citroentartje, dat ziet er ook goed uit. Ja, maar die is hier lekker, die heb ik getest had. Ja. Ik herinner me dat nog. Ik heb die getest had, die waren lekker. Ja, zo'n citroentartje. Ja, he. Dat ziet er goed uit. En wat is hier nog? Chucroet, ajuntoorte, tarte mirabel, is ook lekker. Dat is Duits. Al ja. Zak, ja. Nee, daar zijn we geen fan van. Hè? Nee, dat deed me tussen. Oké. Okay. Raclette is moeilijk voor tussen te eten, hè. Ik heb zo'n kaasblok. Je kunt dat wel kopen in de winkel, also apart, maar dat zijn er niet. Nee, dat is wel. Dat smaakt beter. Ja, we weten wat we in de volgende video gaan doen. Hè. Ja, zulke dingen gaan nemen. Oh, Jordi, hou bekom, dat gaan we zeker op video. Oh man. Dat komt niet, kom niet goed. Ik vind dat nog hè? Ah, ja, maar ik ga niet naar Ratatouille. Ik ook. Maar dat is wind, dat is voor de zeven. Nee, dat is die pannenkoeken. Ah, pannenkoeken. Pannenkoeken met ham en kaas tussen, pannenkoeken met Nutella tussen. Dat is weer. Ik weet nog waar ik moeten gaan stoppen met 14 dagen. Hier hè. Goed is dat? Is voor Erika, hè? Ah, mag ze dat gaan? Pannenkoeken. Dat komt er in orde van. Ja, Erika, als je die video ziet, is het hoop dat je ze al hebt. En anders ga je nu even zoeken, dat moet niet, hè? Zie aan pannenkoeken, ze komt er in orde van, hè? Oké, okay. Kijk. Ja, hè? Speciaal voor Erika. Pannenkoeken. Hey, go. Pannenkoeken, let's go. Ja, hè? Is het pannenkoek met karamelsaus? Ja, he. Wow. En als je van alles geproefd hebt, en het is gewoon weer nu met geen vultje aan de lucht, dan kan je naar... De terras. Oh. Begin met een R en eindig niet op terras. Ah. Ratatouille. Yep, ratatouille. Wow. Inderdaad. Het is echt prachtig weer vandaag. Ja, he. Het is echt... Ik ben echt blij vandaag. Ik ben echt een goede keuze gemaakt. Wij zijn zo blij. We moeten dat meer doen in de zomer. Wij zijn om zo blij. Om 8:30 vertrekken ongeveer, dan zijn we tegen 12 uur. Echt. Super. Echt waar. Ratatouille, 5 minuutjes. Ja. On the single Oh.
Au revoir. Si vous restez à la traîne, ne verrez jamais ce qui vous attend. Au revoir. Ik weet het niet, nee, nogthans niet. Voilà. Au revoir. Bye bye. Merci. Ja, Jordi, en Rachel praat dat toe, blijft altijd leuk, hè? Ja, zeker. Echt, hè? Je hebt altijd het gevoel dat jongeren het tijd nodig zijn. Dat is met die pizza-geur in die keuken. Ja. En dan nog een keer al die andere geurtjes in de VS. Van En het ongelooflijke is gebeurd. En dat kan alleen in de meest magische plaats. Jordi heeft een Infinity Pass! Yay! Ongelooflijk, you have the magic card! Ja, echt. Ja, dat is zeker gewoon eigenlijk een magic flex of zoiets. Bang. Of wordt dat ook genoemd, of een magic flex of zoiets. Alleen de tweede duurste. En we stonden aan de kassa. Welke pas wil je? Ja, goede vraag. Ja, doe maar een Infinity. Doe mij maar een Infinity Pass. Ja, doe mij maar een Infinity Pass. Zo echt heel random. Dan denk ik dat je naar de McDonald's gaat. Inderdaad. Welke burger wil je? Kijk, toepasselijk. Voor ja. Één heel jaar. Jordi. Echt, hè? Maar dan zo van, ja, heb maar een hamburger. Een euroburger. Echt, hè? Nu moet je nog meer euroburgers. Ja. Jordi, welkom in Disneyland Parijs. Dank u. Voor de eerste, allereerste keer vandaag. Ja, wat mooi weer eigenlijk wel kan doen. Ja, dat is ongelooflijk, hè. Mooi weer heeft gezorgd dat ik in Infinity kom. Nee, dat is door Mickey en de Magician te gaan. Ja, eigenlijk wel. Ik ben aangenaam verrast. En omdat dingen open was. De hamburgertent. Ook. Centrum gedaan. En omdat Hollywood Tower Hotel niet toe is in onderhoud. Ja, hé. Maar wel in de steiger staat. Heb je een hand van? Goedemorgen. Goedemiddag. Late namiddag. Goeie precies. Cherry cola. Ja, ook. Back at Disney. Yay. Ja, een goede middag allemaal, dames en heren. En leuk dat jullie er weer bij zijn. We zijn hier nog maar. We hebben naar Mickey en de Magician gaan kijken. En jullie krijgen daar nu een klein shotje van. En voor de rest van de show moeten jullie kijken naar dit YouTube-kanaal. Voilà. En dat was een presentatie op zijn Mr. Theme Park fans. Wauw, ja. Verkrijgbaar op YouTube only. Op YouTube. Exclusief. Live op YouTube. En natuurlijk ook live in Disneyland. Als je hier bent tenminste. Yep. Yep. Of live in een ander themapark. Yep. Als ik er ben tenminste. Yep. Ja. Het is dorstig weer. Dat wel. Moet je wel drinken, niet? Kennen we het al of kennen we het niet? We kennen het al.
Oeh, pardon. Maar het is hier rustig. We kunnen hier gewoon wandelen in het midden van de winkelstraat zonder dat we omver gereden worden van een auto. Yes! En wat kunnen we nog zeggen? It's quarter after three. Er is geen paard en kar in de weg. Een paard en kar in de weg. Dat is er gewoon niet. It's 3:15 in the afternoon. Yay! And Jordi is happy. Ja. Because he's happy. Happy. Nee, het is ice cream. De ice cream. Eigenlijk hebben we nog niet veel attracties cream. Gedaan. Ice cream. Met Ratatouille. We gaan eten. We hebben ook een rollercoaster gedaan. Met Ratatouille gedaan. En wat hebben we nog gedaan? Een jaarpassenkoop voor Jordi. Ja. Een boer gedaan. Ah, Animagique hebben we ook gedaan. Ja. Mickey en een magicien. Yep. It's a magicien. La 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 la. Heel goed. Ik heb een rugzak nodig, gasten. En de meeste rugzak. Zie wat ik zie. Wat? Zie wat ik zie. Maar jij ziet het toch niet? Casey Jr. is back. Casey Jr. is back? Casey's Corner is back. Ah, ja, oké. Okay. Maar ik dacht dat we gingen rugzakken zoeken. Ja, ook. Ah, ja. Ik? Ja, wauw. Casey Corner. Casey's Corner is back in town. It's corn food. It's very corn food. Very good corn food. Very nice. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Disneyland Park. Dat had lang geduurd, hè? Ik denk dat dat weer uit de stijgers was. Ja, eigenlijk wel. Nu is de vraag, wanneer gaan ze hier beginnen bouwen aan Marvelland? Marvelland, dat was in de studio's. Ja, want nu hebben we 400 euro Jordi achtergelaten is hier... en ze wel met Marvelland. Jordi komen, is weer van de partij. Oh, we zijn hier weer, alle twee binnen, alle twee binnen, alle twee binnen. En we zoeken naar een attractie om te doen. Ah ja. We zijn alle twee een andere gedachte. Vielmen, dat zullen we doen. Vielmen. Dat zullen we doen. Wat gaan we doen? Het is altijd leuk met Jordi erbij. Ik vond het veel niet belangrijk. Ja. Wat we moeten... Ik dacht dat we achter rugzakken gingen zoeken, dat we gingen een attractie doen en dat we gingen naar Phantom Manor gaan. Dat kan, ik zie iets. Wat zie jij? Lookie lookie, Casey's Corner zonder plakkaat. Oh la la. En een pianist. Oh la la. Ja, dat is wel goed. Er is precies een mier in huis, jongens. Ziet dat af? Het zijn allemaal mieren. Koers, koers, ik kan dat ook lopen. Waarom is het allemaal? Ja, maar ik wil naar boven. Voor Phantom Manor moet ik aan die kant zien. Hey, bonnes! Ladies and gentlemen, boys and girls. Wat een langs de motor passeren. On cruise, we take about 15 minutes. Captain George. Yes. How are the engines? Engines working? I think it's good. Okay. We are sinking now. Okay, safe to start. No, we are sinking now. Ah! Yes, you are now. Men in. Here is it safe, but there is not safe. There you can sink. Sing. Yes. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Kan ik presenteren? Dat ik beter. Als die boxen niet goed zijn. All aboard!
dan nog de bas vergeten in te steken in die box. Hij is dat moeten bezig. No smokey, Jordi. What is that? Het leek erop dan picknick. Ja, het is een picknick, is dit toe. Please keep your hands on outside. I remain seated at all times. Hands on the glasses. This here is the wildest ride in the wilderness. Ja, lach me maar weer, ik weet het. Ja, deze. Ja, en valt te lachen is om een betere fristeusje hier. Tot hé. Nope. Weet je wat, dat het nog klaar ligt? Dat er toch een week onder de mountain is voor evacuatie, of er iets zo branden of zo, dan gaan ze meer mensen evacueren. Daarvoor niet dienen. Maar zonnetje wel mensen die dan mee kunnen worden. Ja, natuurlijk hè. Ja, dat is de bedoeling, hè? Het is dat dat toren is, hier dobben. Dus kun je het dan opeten met een bootje. Staat dat boel in brand is hier, dan en die ding begint te branden. Ja, kunnen ze door de mensen evacueren, hè? En die drie staat er eigenlijk ja. De wildest ride! Wat dan nog pirates? Ik heb enige reactie gehad op dat van de slides hier. Ik had nog meer reactie op verwacht. Ja, dat is moeilijk. Nee, dat is ook.
squad. Fisherman's cabin off starboard bow. Prepare to fend off nets and fishing lines. Cette baraque à tribord appartient aux plus vieux résidents du club. Het is weg, hé. Ik zie niet meer van over. Het is een open vlak. Ja, het is wat ik kwam nog zien. Dan moeten we een nieuw theater krijgen en Lion King. Ja, ik zag dat zelfs al naar voren. We staan al echt in boven op. Ja. Aan alle kijkers en luisteraars, we zijn ons bewust dat je kunt meeluisteren wat allemaal vertellen zijn. Dus wees gerust. We zijn aan binnen gedaan bij Scheepswerfenzee, voor toen erom. Voor dan zal het materiaal aan voor dat in orde te krijgen. Kun je ze nou wat? Als je hier voorbij de trein zit, zit je backstage dus. Het is de Mark Twain, het is de Molly Brown. Ja, Mark Twain moet Hunter zijn. Ja, hè. Ik zal varen. Maar dat is een ander park. Dat is een ander park. Dat is de Nederlandse... De Nederlandse Antillen. Ah nee, dat is iets anders. Ja. De stoomtrein zullen we nog een keer moeten doen vandaag. Ah, oh, dat weet je. Lekker fris windje. Ja, maar de stoomtrein gaat niet te lang wachten. Vanavond anders. Ah nee, dat sluit al te zussen. Oh. Ja, het is 6 nog te zussen. Want er moet Naske naartoe. Vanaf dat me toekomt. Yes, toch? Nous sommes témoins d'une des plus impressionnantes démonstrations de course de la nature. Ces geysers peuvent projeter de l'eau vivante jusqu'à 3 mètres de haut. Well, that silver glass hasn't been bubbled away since time began. You can even see the remains of one of the ancient dinosaurs in the rocks. And if you look over there to the other direction, you can see a natural arch bridge. Une merveille de la nature se retourne. Cette arche naturelle. De geysers. Yeah. Een lekkere verfrissing. Moest je nat worden? Oei. Wat gebeurt er? Ik heb nog wel een keer wel nu al, hé. Lekkere verfrissing. Verschrikkelijk. Ik kan nog altijd tussen. Ik ook nog meer dan tussen. Phantom man. Mesdames et messieurs, nous approchons le temps de l'essai et de la fin du voyage. Les passagers les plus supérieurs devraient commencer à descendre vers un passage.
Het is binnen te zien, je ziet dat er mijnwerkers. Ja, maar waarom zijn ze dan nu al de lampjes aan dat we binnen een jaar al doen? Maar ze zijn afgedekt, hè? Nee, nee, hè? Gewoon die plastic erop. Tja. Dat wil zeggen dat het ook lijkt dat weer rood is. Kan me niet wat mee, dat ook. Phantom Man. Maar dat zou dan vergeten, nee, dat is echt zo ding, nee, je moet korten. Ja? Dat is dat dan bedoeld. Stop het! Het is serieuze bolletjes, hè, dat is een heel echo crème. Een Efteling geweest, dan heb je nog een andere plaats. Weet je nog dat een Efteling geweest? Ice cream! Yes! Ik heb er zin in. Of is Tom en Jerry? Oh nee, het is Ben en Jerry. Alles via wijze ook goed. Jordi, wat doen we op 40 graden is in Disney? Wachten voor crème. Yep. Veel te lang wachten voor crème. Chunky Monkey, te bon. Heb je een schietwild? Mijn hoofd bij bon, Chunky Monkey. Oké. Zijn bolletjes, hè? En Jordi, hij draagt hoest af. Ja. Massas, achter de crème, hè? Hij hoest achter de crème, hè? Ja, ja, ja. Voilà, zijn mijn zuster een fan tegengekomen. Oh ja, en we hebben crème gegeten en met gereserveerde plekken gehad dat we niet mochten zitten. Ja. Dus men onze crème niet kunnen filmen, zo simpel. Men onze crème niet kunnen filmen om in donker te zaten. Ja, inderdaad. Dus ja. Dus ja, helaas. Maar we hebben ook iemand tegengekomen met leuke buns. Iemand die hier werkte, ja. Zeker. Ja. In Cablecar Bake Shop was Sprite, dat. Sprite gekocht en tussen water. Tussen water. Op kosten van Jordi. Ja, bedankt, ja. Jordi. Nee. Zo zeg ik, kijkt allemaal een mega veel in onze video's dat een gesponsord is. Of trakteert gewoon een keer op gratis eten. Ja, kan ook. Of iedere keer rond zijn nekken. Ja, ik mag niet klagen natuurlijk. Ik mag nooit klagen. Ik moet weer niks zeggen. We klagen niet. Nee? We zagen alleen. Wat is in orde vandaag. Ik zie content. Nou, waar gaan we? Naar Neverland! Naar never ever ever. Nee, naar de maan. We gaan naar de maan. We gaan naar de maan. We gaan naar space en morgen weer naar huis. Nee? Ja. Eigenlijk komen we morgen naar huis. Ah joh man, hè? Want tegen dat we thuis komen, is het morgen. Ja, goed dan, hè? Morgen is lang, hè? Ja, hè? De morgen en de ochtend stond, hè? Ja. Oh man. Maar Jordi. Oh, pardon mensen. Het is hier weer wedstrijd boeren laten. Zo, We moeten dat afnemen, niet? Ja. Van in een attractie, zodat er een boer laat. Het is de Jordi boer, he, toen, hè? Ik kan zeggen dat ik boeren in Disneyland toen. Ja, en Mickey en de Magician had je dat ook. Joi, dat is waar. En als ze bieden, je moet een boer lopen voordat het op te nemen. Ja. Patrice? Oh, moet je wat op de billy? Wat gebeurt er? Trok dat er een beetje op? Een klein beetje. Ja, nog een beetje om dat een beetje vertragen, kom dat nu toe. In slow motion, dan gaat dat er heel aan het trekken. Dat ben een kind meisje eigenlijk. Nou Jordi die aan het boeren is. En nu Filip nog, he, die aan het boeren is. Ja, Filip om dat gewoon even een thuisje doen. Ja.
En dan hoor je Jordi op de achtergrond. Dat is de sound effects man van Mickey and the Magician. Bezend. Jordi is die hoed die dat ziet staan zo op. Oh, ongelooflijk, hè. Dat is toch ongelooflijk. Ik doof aan mijn foto, pa. Ah, ja. Yes. Wat had je gezegd? Rasleggers. Oh, en Jordi, wat gebeurt er op de achtergrond? Dat is mijn kleren die over dat hek gesprongen is. Wie is die kleine hek? Jan. Ah ja, maar dat wist hem al. Al deze die in dat gras zitten zijn al hek. Ja. Want de parade passeert hier niet. Nee. Dus? Dikke pech. Yep, dikke pech. Dus al deze die in dat gras zitten, ja sorry mensen, die hebben pech. Dat je niet zien. En zo'n toon zei, kijk naar de parade. Nee, ik ben de verkeerde plekken. Je moet maar niet mijn lammen in het gras zitten. Ja. Ja, en voor de mensen die vandaag een pasje wilden, het is de moment. Wat zei je? Het is de moment. Er staat bijna niemand, nee. Dus het is vandaag niemand die een pas wil komen, hè. Oh, jawel. Nee. Ikke. Ja, Jordi, maar dat is al te laat, dat is al gebeurd. Er was niemand. Nope. Het is vandaag de ideale pasmomentdag. Anders dat er een hele... Kan het nog langer? Ja, een hele lange rij. Een hele lange rij. En vandaag is het een hele... Ja, nog een beetje langer? Lange rij. Nee, een hele korte rij. Zeg, gaan we hier een keer de parade spelen? Jo. Dat is langer geleden. We kunnen zwijnen lekker een sessie. Ja. Dat is wij. Moet je zwijnen? Zoiets. Hoe laat is het? Ik weet niet. Veel te vroeg. De parade, het is nog een half uur. Om je deuren open? Tuurlijk. Kan je deuren open? Ik weet niet. Om eens voet krijgen. Om de parade mannen zijn, hè? Om moet er eens voet krijgen? Denk het niet. Ik weet het niet, het is nog een half uur. Nee, we gaan niet onder ons voet krijgen. Weet je het niet? Nee. Sorry meisje, ik zit in de parade vandaag. Ik ga dus schieten. Ik kan in de parade tussen drinken. Is het door die hotte parade? Ja. Ik kon spiernetangen in de parade. Is dat goed? Ja, dat is goed. Ik kan zo zien dat Ruud in de parade loopt. Hè. Nog eerst is het niet van een meisje. Wat? Ja. Je moest wijnen, niet. Oh man, de spruit is wel boerachtig. Hè. Oei. Mom is wijn? Nee, het klopt veel volk. Hey meisje allemaal. Welkom hier in Disneyland. Leuk dat jullie er zijn. En ik ga jullie celebreren vandaag, want het is 25th anniversary. Celebrate Disneyland Paris. Ben je nog even? Nu, ik ben hier. Voilà, dat is voor naast. Dat is wel. En ik heb veel dorst vandaag. Maar ook heel hard bij hen droog te worden. En ik drink veel, jongen. Dat ook. Want nog vele moeten drinken, hè? Ja, maar eigenlijk wel. En nog niet genoeg gedronken vandaag. Nee, dat klopt. Dus we moeten meer water drinken. Straks gaan we water drinken. Klopt. Ik toch? Hier ja? Ja, ik ga water drinken. Was dit? Dat is nu een keer fantastisch, hè? Fantastisch water. Ik heb juist de water gedronken. Kijk, en de wereldbol is vermaakt, ja. Want het water loopt weer naar beneden. Ja, echt ongelooflijk. Ik vind het geweldig. De bar zit er niet meer in, zeker, hè? Of wel? Geen idee. Want ik heb zo lang achter de past. Wat was de andere kant? We moeten een speciaal rondje maken, hè? Oh, wow. Het is een small world, het is bijna niet wachten. Ja. Hey, dat ziet er wel een nieuwe bakje. Ja, hè? Zijn hem gewoon en volledig en nieuw. De bakje tappen? Lot neem voeren. Ziet er nog iets van wel, hè? Yep. Ah, nee, nee, toch niet? Nee. We zijn nog altijd gebarst. Ja. Raar, hè? Dat je zien dan, ja. Maar wat is er hier eigenlijk gebeurd? Dan? Ja, zo'n barst, dat komt er toch al zomaar niet in. Dat van de warmte geweest zijn, ja. Dat wat uitgezet is. En... Ja, dat komt van de warmte geweest, hè. Trekt die nog kloor? Ja, dat zit nog kloor, hè. Is dat mij misschien de eerste keer niet bekeken, maar dat er al was? En dan zit de pompje er weer aan gezet. Hè? Ja, hier blijkbaar. 10 minuutjes voor iets als small world. Dat is veel te lang. Dat is eigenlijk wel een betere keuze dan 35 minuutjes wachten, nee? Ik heb toch gezeten?
Ja, Philippe pacht ik vandaag. Ah. Ja. Kijk, en iedereen staat al klaar voor de parade. Dat was ook weer een stereo. Ik kan toch geen zin in de parade. Ik ook niet. Ik zit liever op Casey Junior. En die gesloten dingetjes daar, die hebben potjes. Nee, wil. Oh jawel. Is ook weer. Ik voel me toen de beste. We zien al zo beste genoeg. Mag je ook geen 2 keer pezen met mij wel zeggen, hè? Ik niet, denk. Ik moet 6 keer pezen. Dat heb ik al gezien. Ah ja? Dat is door de crème. Wat? Hier moet ik pezen, ik moet dan daar een keer pezen, ik moet dan hier een keer pezen, ik moet dan daar pezen en hier. Ik moet dan eigenlijk ook nog een keer aan mijn oren, aan mijn ogen pezen en overal eigenlijk. En ja, toen, weet je. Daar heb je Pinocchio. Ah ja, maar je zit al te laat. Hè? Ik weet het. In plaats van het konijn die te laat is het Pinocchio die te laat is. Of Pinocchio die te laat is. Ik word te laat. Ja, Jordi was nu bijna te laat. Ja. Ik kan bijna ding dong, ding dong. Dat mag toch niet uit? Dat is langer wachten. Jordi cute hair. Ja, ik heb nog een probleem hier vandaag. Ja, ik zie het. Ik kies nooit de verkeerde dingen vandaag. Mm. En wie zegt het dat ik gewoon film? Ik ken dat hier al 100 keer gefilmd. Ah ja. Ja, ik zie je rondlopen met de camera. Ja. Als DLRP-fans moet je wel 11 ritjes filmen. Ja, eigenlijk wel, maar ja. Ja. De mensen kijken toch niet meer naar het vermogen, dus. Jawel, maar 15 seconden. Ja. Dan krijg je nu 15 seconden It's a Small World. Voilà, dat was It's a Small World, 15 seconden. Ja, zeker. En na It's a Small World begint de parade. Ja. Dan zou je de knop doen, nee? Ja, start. Ja, start, voilà, boef. Begint. En wat heb je dan als het parade is? Drukte. Bij de parade. Maar hier niet. Wij zijn niet voor de drukte. Wij zijn voor de kalmte. Wij hebben ondertussen al wel weer dorst. Ja, dorst hebben we, dat is wel waar. En we hebben ook warm. Kijk mensen, aan mijn rug. Kleddernat is hij gewoon. Wil ik mijn dorst hebben, je gewoon aflekken. Bah. Dat is wat. Kijk eens. Renovatie geslaagd. Zeker. Mooi. En wachtrij geslaagd. Ik kan niet meer over de dingetjes kruipen, over de hekkentjes. Nee. Hoe die? Oké, wat de ruimte hier voor meet en greet. Maar dan is toch al altijd zoveel ruimte geweest. Ik weet niet. Hé, hey, kijk wat ze gedaan hebben. Dat is nieuw. De wachtrij uitgebreid. Ja, dat waren hier vroeger van die paaltjes, hé, dan in hier stonden. Kom je er hierin? Nee. Nee. Jawel. Ja. Maar nu zitten we vast. Nee. Ja, kijk, dank de recorden. Ah, voor de jumpen. Nu loopt geen eens meer. Geen dorst. Kom bedankt, door. Jordi. Dat. Kijk, bedieningspaneel. Ja.
Ik heb een mooi kopje voorzien voor jou. Vol met koffie. Pot met vanillesmaak. Pot vol koffie. Ja. Vol met koffie. Niet rooien niet, Jordi. Van? Net niet. Ja. Niet rooien niet, Jordi. Van de beste. Nee, nee, nee. Oh, zit nee. Vast. Het zit vast. Ja, maar straks ook niet. Van de beste doen, nee, man. Ja, maar ja. Hiernaast is ook. Nee, nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Dat is toch in het kopje? Nee, nee. Ja, want normaal is dat een kopje koffie, hè? Met vanillesmaak in dit geval. Ken dust? We moeten er nog doen op pezen. Ken al dust? We moeten best naar ken dust. Ah ja, ik wil ook pesten. Ja, gaan we dan duo? Ja. En dan ook duo weer vullen? Ja, hé. Eerst liggen en dan weer een bivouw. Ah, ja, hé, ja, hé, het is echt warm. En nog niet veel gedronken vandaag, kom je aan het drinken. Kijk, allemaal vernieuwd. Ja. Mooi, hé. Ja, volgende keer draaien. Ja. Filip reageert niet. Nee, omdat het nu nog niet gaat, dat is geblokkeerd. Ongelooflijk. Beetje sfeerbeeld. Ja. Ah, dat duurt toch altijd langer voor de kopjes in te laden dan als ze draaien, niet. Dat is dus ook, hè. Koffie maken duurt langer dan het uitdrinken meestal. Ah, nee, bij mij niet. Maar als ze zien wat hij doet, hè. Ja. Met dat te warme. Dus je moet eerst laten afkoelen. Oeh, dat vroeg je dan ik nog redelijk zacht, joh. Niet rooien. Ik kan ook niet filmen anders. Beetje. Dat kan beter dan vroeger. Dat kan. Oh mijn god. Dat is een hele verbetering. Voilà. Ah, oh, die winterdeugd. Zie je eigenlijk een Spanjoord worden, Jordi? Ja, wacht even. Hier gaan we. En hou het nog, Filip. Oeh, we gaan draaien. Oh, maar je mag er wel serieus aan draaien, hè. Het is een beetje gemanipuleerd om te draaien. Van zo ja, zijn. Dat zou kunnen. Je kan je niet zat draaien. Oh! Je moet eigenlijk gewoon lopen draaien, dat is nog het best van allemaal. Als je er gaat aan draaien, je doet je alleen maar zeer en je hebt 6 effecten. Oh, jammer. Het is al afgelopen. Hey. We hebben maar een opwarmertje gehad, hè? Ja, oké. Okay. We moeten naar een ander park gaan waar het langer draait. Nieuw menu. Toadhole. Heel simpel. Dat is maar apart. Ja. En nu zien we weg. Ja. Want dat is hier muziek die niet goed komt. Maar ja, er zijn ook wel nog eens wat nieuws. Ja? Hoe zijn bij jou? Ja. Dat is die burger. Dat zo'n tartje, zo'n tartje. Ook. En zo'n burger dat ze veranderd hebben met een broodje. Een broodje. Het broodje is veranderd, ja. Nee. Nee, dank u. En dat je toast geworden. Ja. Toast cannibal. Ja. Monsieur Carnival. Toast Carnival. Welke attractie gaan we doen? Peter Pan. Wachten ze voor... gaan we naar Peter Pan? Peter Pan. Dust? Ja, dust. Ja, dust. Yes. Dust. Of ik weer zien. Moet je vissen tegen? Nee. Nee. Heb je alleen dat spugen? Nee. Vissen tegen is toch lekker? Ja, nee. Allee. 35 minuten. Kijk. Ja, mijn eerste thuisje, mijn eerste thuisje. Hij wil een thuisje komen waarin de wacht reed. Yep. Ja, we moeten wel ergens een thuisje komen waarin we kunnen betalen met echt geld. Met echt geld? Ja, met de bankkorten. Oh. Met digitaal geld. Digitaal. Ja. Want echt geld hebben we er niet mee. We hebben alleen maar digitaal geld. Ja. Raar, hè? Virtueel geld. Ja, dat is geld dat je niet ziet. En dat je eigenlijk niet hebt, maar besef het niet. De rekening naar beneden ja. Jammer genoeg wel, ja. Zijn ze gewoon nooit een keer misten, maar dat gaat niet. Nee, en als ze misten mij, dan ligt nog weer ja. En dan cijfertje gaat weer naar beneden.
En een ander ziet alleen maar dat cijfertje omhoog gaan. Ja. Ah, nou wel, ja. Hier in Disneyland kregen we er wel een attractie voor. Dus uiteindelijk hebben we wel mee met al. Ik vind dat goed. Ja, dat is wel. Ik vind dat goed. Ja, Jordi. Ja? Klein wedstrijdje. Gaan we een wedstrijdje doen? Hoeveel attracties gaan we doen tussen nu en 2 uur per day? Oké, goed. En nu het is nu het? 5:45. Zeker? Ja. Kijk. Oké, goed. 5:45. Dus om 7:45 is een video opgenomen. Ja. Gaan we 2 uur doorfilmen of gaan we stoppen onderweg? Ja, we gaan stoppen. Nee, dat wordt saai. Hè. Ik weet het niet. Misschien willen mensen 2 uur zeven worden. Maar we zijn hier nu in Fantasyland, dus wat gaan we doen? Eerste attractie, Peter Pan. Yes, Peter Pan's Flight. Dat wordt amazing, hè? Eh? Amazing on the Peter Pan's Flight, hè? Eh? Hey, en mensen die honger hebben, daar kunnen nog gaan eten. Ja, inderdaad. En aan de andere kant. Je kunt al jartel van Zwin eten. Ja, blijkbaar. Maar ja, ik moet dat een keer proberen. Ik weet niet Ah, how many attractions can we do in 2 hours? Yes, that's the question. I think... We can with a fast pass. We can fast passen. Wow, 45 minutes. Jetzt gaan we fast passen? Ja, fast pass. Fast pass, oké. Okay, dat is helder, he. Dat helpt me. Ja, we kunnen eigenlijk nog fast passen pakken. Nee, 5:55. De wedstrijd is over. Ja, sorry, maar ik ga toch een fast pass pakken. Wedstrijd telt nog. Fast pass is ook een attractie. Ja. Ah, het is nog een bed. Fast pass! Is het ons gelukt? Ja, maar een beetje later dan gepland. Maar ja, met de fastpass wel gepakt binnen de tijd. Ja, binnen de tijd. Dus de rit is eigenlijk nu. First attraction is in the pocket. Yes. Second attraction.
Pirates of the Caribbean. Where is the rum gone? Yeah. The rum is gone. Yeah. Als ook een Jan die had bluffen meegaan, de rum is gone. Als je niet weet wat dat is, kijk een keer op oudere video's. The rum is gone. Oeh, ja. De rum is gone. Waar is de rum gone? Hey, en na de challenge gaan we kunnen gaan eten, hè? Ja, hé. Alhoewel, we moeten wel aandachtig zijn dat we op tijd naar Peter Pan's flight gaan. Oftewel gaan we gewoon niet eten. Nou, als de mensen honger hebben moeten eten, dat zijn die nog aanvaardbare eetprijzen. Ja, dus dat wel. Ik vind het nog oké. Ja, hé. Moest het geen aanvaardbare eetprijzen zijn, dan vind ik het niet oké. Dus ja. Ja. Eetprijzen, ken je dat? De prijzen om te eten. Ja, hé, dat is echt zo, hé. Dus ja, hey, ice cold cola, ice cold water en ice cold Fanta. Hashtag not sponsored. Dat is ook wel waar. Coca-Cola, als je wil sponsoren, reageer een moment, keer. Stuur een keer een mailtje. Ja, het is dat moment. Nee. Misschien moet je zelf een mailtje sturen. Ja, wees het. Gesponsord van Coca-Cola. Misschien krijg je een palet Coca-Cola of niks. Ga je weg voor twee jaar? Ja. Tweede attractie. Pirates of the Caribbean. Oh yeah. En dat is natuurlijk wel heel erg geweldig. Lookie lookie. Ja, natuurlijk. Lookie lookie is goed, hè. Lookie lookie. En echt een hele is 5 minutes. In just 5 minutes, you will ride Pirates of the Caribbean. With Johnny Depp as Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Johnny Depp. Ja, je had ook nog Philip Depp. Eh? Philip Jack Sparrow. Philip Depp. En Captain George. Yes. Dat is Philip Depp. Ik vind die muziek wel cool. Ja, let's go. Oh yeah. Let it go. Het is gezellig, mensen. Ik heb een bandje gekregen waar dat erop zat, gezellig. Ja, he. Ik heb dat gezien. Ja, ik moet meer gezellig zeggen. Mensen vinden het gezellig. Ja. We moeten toch zien dat we 2 uur kunnen filmen. Hè? Hij moet er nog live voor op. Daarachter. Zij moet nog live voor daarachter op. Ja, ja. We moeten nog het starten. Dat is Space Mountain. Ja. Nee, dan de lachen. Dumbo.
moi et moi seul. Et je donnerai gros pour voir la tête du brave capitaine Jack Sparrow quand il saura que je suis le seul à avoir mis la main sur la attraction. Yes. And what's the time? It's... Yep. Next. Next. I think Indiana Jones is next. Okay. Indiana Jones. I'm hoping it's a queue line not so long. Nah, normal ni. Normal. I think 15 minutes. 15. 15, yes. Or not 50. Yeah, liever 50. 15. Or 50. It's your choice. Your choice, yeah. Your choice. We have no choice. Your choice is the other side. We have no choice. Nee, en we geen keuze? No choice. Ah, no choice. Hey, ik heb vandaag wel wat goed gedaan, hè. Weet je wat? Nee. We hebben nog geen koffie gedronken vandaag. Nee. Nee, goed, hè. Ja, we zijn vandaag niet koffieverslaafd. Dus mensen, ik kan zonder koffie leven. Klopt. Dat kan. Goed hier van mij? Yep. Yep, yep, yep. Indiana Jones wacht op je. Ah. Goed hier van mij? Echt een fan van Indiana Jones. En dankzij Mr. Team Park fans zit u zo meteen de on-ride. Goed, hé. Hey mensen, hier ben ik weer. Ik heb hier mijn eigen ride specialist mee. En hier een eigen ride specialist mee. Die de on-ride gaat doen. Ah ja, hij is een specialist in on-ride film. Ja, hé. Hij kan dat goed. Man, dat zie ik wel goed in, hè. Oh, je camera zie je vliegen ze bit op de... Dat is een min, hè. Hey. Of een GSM zie je vliegen in de lucht, ja. Dat is een min. Nee, ga dat maar mee. Ja. Ik ga hem ondertussen verkopen aan Jack Sparrow. Gaan we verkopen? Voor hem, voor hem. Voor hem, ja goed. We zijn nog 3 jaar verre van te drinken aan de rum. Ik ga toch een beetje de koffie doen, de rum. Waar is de rum gun en de koffie? Correcte antwoord. Correcte antwoord. Ah, ja. Man, de zon is aan het ondergaan dat hij naam hebt. Hé, hey, wat zei ik? We gaan 15 minuutjes nog. Ik ga een nozel doen, ga mijn vastpas pakken. Mocht je hoor. Nee, laat maar. Dat is een goede mop, hè. Dat is echt een goede mop, hè. Ja, hè. Gaan we nozel doen, gaan we vastpas pakken. See you. Yes. Happen. Thank you.
waren de remmetjes, mensen. Maar ik vond hem toch geweldig. Cool. Dit was Indiana Jones. Oh yeah. Fourth attraction, Peter Pan. Pirates. Ja? Indiana Jones. Three attractions and it's... Nearly 7 o'clock. Next attraction. Big Thunder Mountain. Yep. Let's go. Yeah. Ja, Big Thunder Mountain. 45 minutes. Ja. Zit je met een dilemma? Other attraction. Hoe dilemma? Ja, oftewel houden we erop, oftewel houden we er niet op. 45 minutes. Dat is de normal queue line. Normal queue line. Wachten. Ja, wachten niet. Heel nog deuren wachten. Other attraction. Other attraction? Gaan we buzzen? Ja, buzzen. Of gaan we Autopia doen? Autopia of buzz? Autopia. Ja, en buzz. Dat zijn de twee. Misschien moeten we eerst naar Autopia. Het is nog lekker weer. Ja, maar in de koude is dat ook lekker. Lekker friste. Aan jou de keuze. Drinken. Ja, hier. Gratis en voor niets. Ja. Alleen bij cash geld. Echt geld. Echt geld. Echt geld, hé. Is dat weer, we zijn echt geld. Man. Een kleine obsessie voor echt geld. En hier kan je ook drinken. Ja, drinkstop. Yay. Het is heel warm vandaag, dus we doen een drinkstop. Ja, yep, inderdaad. Ja. We zien dan een bus. Ja, het is hier druk, hè, jong. Miljard. Ze willen allemaal op de bus pakken. Ja. Het is gratis zeker vandaag. Vind, het is promo, alles aan min 50%. Oftewel is het weer een stakingen van de bus. Vind, het is aan min 50%. Ja. En hoe lang is het? Ook 45. Moza. Hartjes. Ah ja, wat kunnen we doen? En 2 uur in tijd. 4 attracties. Oftewel moeten we nog dingen gaan, nee? Naar Fantasyland. Misschien hebben we dan meer geluk. Ik ben al zot gelopen, laten we hier gaan. Gaan we bussen? Ja. Oké, we gaan naar bus. Ja, in Autopia is de wachtrein niet zo gezellig, hè. Nee. Ik kan dan mijn zikstje, een euro aan de stick of zo. Hoe gaat dat weer, hè? Ik heb nog van binnen gekund. It's an hour to go, attraction 4. Bus. Ik heb nog van binnen gekund, hè. Dat tekstje dat ze opspelen bij Autopia. Attraction number 4. Dat is dat effectief hun 30 minuten wachten? Ja. Ja. Ik weet niet, mag ons zien. Ja. Het is nu kwart na. Oké. Okay. Ik denk een half uur. Hier moet mijn been zijn. Jordi, waar zit de Hidden Mickey? Zoek de Hidden Mickey. Ja, ik ook. Attention, Space Rangers, you've landed on Planet C. Ready for air.
Ik kan niet filmen dat zo. Maar je wordt een beetje door dat bord geschud. Nee, dat is niet leuk. Dit. Ja, jongen, ik vind dat wel leuk. Zeker niet. Ja. Morgen zijn we wel weer een verschillen, hè? Ja, hè. Ik vind dat zelfs niet leuk voor als wij. Yes, just out of buzz. At the band. And it's... we have half an hour yet. Ooh. Up to Fantasyland. Yes, Fantasyland. Yeah. Dat was attraction number 4, 4, 4. 4, 4, 4. Number 3. Dat was Indiana Jones. Number 2. Dat was Pirates of the Caribbean. Number 1. Dat was Fast Pass 4. 4. Peter Pan's Flight. Yes, Peter Pan's Flight. Oh, the prinsesjes. Yep. Oh... En 4 was 5? Nee, 4. Oh, dan gaan we naar nummer 5. Yep. Gaan we naar het kasteel gaan doen? Of gaan we prinsesjes gaan kussen? Maar lekker, lekker. Ja, lekker, lekker. Gaan we niet lekker, lekker met de prinsesjes? Ja. Ja. Woehoe. Heb lekker van in Studios Park, gewoon hier lekker, lekker doen. Ja, ja, ja. Ik vind dat wel tof, weer die lekker, lekker. Attraction number 5. And it's five, now... 5. 10 before 8. So we have 25 minutes. Yay, and it's 10 minutes ride time. Okay, so maybe not the last attraction. Is this the last or the fourth last? Yep. That's the question. Dan hebben we dat ook in de video, hè. Le tour est joué. Dingen dat, ja, maar dat halen we niet. Het is nu... We hebben nog 10 minuutjes. Even kijken op de app. We hebben nog 10 minuutjes. Wat kunnen wij doen in 10 minuutjes? Pinocchio. Hoe druk is het overal? Ah, de app werkt, hè. We gaan... Pinocchio is maar 15 minuutjes, staat er hierop. Oké, dat gaat net. Dat is net binnen de tijd, hè. Ja. Maar ja, dat, tegen dat we hinder zijn, zijn we ook al 10 minuten verder. Dat is nog eens hier. En de paardjes, hoeveel zijn die? Ik weet het niet. Geen idee? Ik weet het niet. Want de app wil niet landen.
Nou, dan gaan we nu vlug naar binnen. Dan zijn we binnen de 20 minuten. Oké. Okay. Het is nu? Ja. Ja, we zijn binnen, nee, dat telt. Hè. Ja. Dus we gaan ongeveer 6 attracties. Ja, 6 attracties gedaan. Ja. Leuk. Maar we moeten nog wel terug naar Peter Pan's Flight. Jawel, maar met een fastpass. En dus een fastpass, ja. Een fastpass telt, dan hebben we hem gereden, hè. Ja, dus, want ik... Maar nog niet, hè. Ja, dat is voor straks, hè. Onze fastpass gaan maar eigenlijk om, ja, 5 naar 9 in. Ja, hè. Maar eigenlijk hebben we hem gereden. Ja, want we hebben om 10 naar 8 gaan halen. Als we rekenen dat we naar Big Thunder Mountain gegaan zijn en dan doorgelopen naar hier, dan hebben wij hem eigenlijk wel op geweest. Om 18 uur 14 hebben we eerst gaan halen. Dus... Hoe? Mee. Dus 6 attracties in 2 uur ongeveer. Ja. Hoe niet? In 2 uur. Ja, maar met wel ietsjes moet langer. Ja, ja dat wel, maar ja, dat kunnen we niet aan doen. Nee, maar we stonden wel voor onze 2 uur in de rij. Hè? Dat klopt. En we hebben ervoor gehaald. Hè? Yep. En nog altijd. Maar yep. We zitten in het treintje die dan vooruit gaat. Yep. Goed. En daar gaat de klok. Ja, want die is toch wel veel te rap aan het vallen. Ja, hè? Dat is niet geloofd dat onze tijd doen. De klok gaat ook zo rap worden. Mission accomplished. Yes. 6 attractions. Yes. 2 hours. Yes. Yay. Whoa. Dat was snel iets voor uur. Who's got the right answer? Dat we er nog maar net aan begonnen zijn. Who's got the right answer from last week? How many attractions? That's the question.